Ik ben Bert Niessen en ik zit in het onderwijs. Ik ben Margriet van Andel en ik ben haptotherapeute en ik heb een eigen praktijk hier in Amsterdam. Ik ben Zoe Smit en ik ben sinds 2 jaar met pensioen, met veel plezier. Ik heb het boek gelezen van Rasha Peper, Vingers van Marsepein. Ik heb het boek van Rasha Peper gelezen, Vingers van Marsepein. Zij beschrijft in feite de levens van twee kinderen. Eentje in de tegenwoordige tijd en eentje 1704 om precies te zijn. En zij laat parallellen zien tussen die twee levens. Het verhaal in de 18e eeuw gaat over Brechtje als inwonend kind bij Frederik Ruys. Want hij is heel bekend over de hele wereld met het ontleden van foetussen, van dieren. En hij heeft een heel nieuw procedé uitgevonden. En het gaat over haar belevenissen. Verwerken ook van het verlies van haar broer. Waarvan ze op een gegeven moment ontdekt of die nog wel of niet in leven is. En het verhaal van nu, Ben, woont ook in Amsterdam, vlak in de buurt waar Brechtje vroeger heeft gewoond. Maar dat ontdekken ze pas veel later. Ik heb af en toe het idee dat het een beetje te veel bovenop ligt. Ze wil met alle geweld verbanden aangeven tussen de levens van die twee kinderen die volgens mij een beetje gezocht zijn. En ergens hebben die twee verhalen raakvlakken. En ondanks dat er, 200-300 jaar tussen zit, maken ze dezelfde dingen mee als kind. 10-jarig, zo op het randje van de puberteit. Zijn ervaringen op school, Brechtje de ervaringen in de familie. En het is heel bijzonder om dat te lezen, dat er dus gewoon 300 jaar tussen kan zitten, maar dat er dezelfde dingen gebeuren. Ik vond het een prachtig begin. Het pakte gelijk, het boeide me gelijk. Vooral de hoofdstukken waarin het over Brechtje gaat, dat vind ik de mooiste hoofdstukken. Nou, ik heb eigenlijk nooit zoveel gelezen over de 18e eeuw. Maar als ik het zo lees, heb ik het idee dat Rasha Peper zich heel erg goed voorbereid heeft op het schrijven vanuit die tijd. Ook woorden die ze gebruikt, die we hier terugzien in de straatnamen. Hè. Ik kwam het woord warmoes tegen. Ik denk, hé, dat komt me ergens bekend van voor. En ook andere dingen. Dat ik denk van, nou, ze heeft zich heel erg goed voorbereid op het beschrijven van het leven ook in zo'n huis. Hoe de mensen daar wonen en slapen en eten. Hoe het ritueel daar gaat. Ik vond het heel bijzonder om te lezen. Ja. Nou, afgezien daarvan vind ik het wel knap zoals ze dat gedaan. Er moet heel wat research achter zitten om dat boek te kunnen schrijven. Want je waant je als het hoofdstuk over. Het zijn afwisselend iedere keer een hoofdstuk uit de tegenwoordige en uit de verleden tijd. En je zit ook volledig weer direct in die tijd als je aan een nieuw hoofdstuk begint. Dus dat vind ik wel, het is knap geschreven.